Goeiedag. Devin van Kuil, je doet mij even met dat hoedje en zo wat denken aan Jason Mraz. Ja, dat kan, dat kan. Nu ja, dat is eigenlijk toevallig, want Jason Mraz is de lievelingsartiest van mijn beste vriend. Het staat jou goed eigenlijk? Ja, eigenlijk heb ik er ook van verschoten. Of denk je het zo van man tot man? Ja, ja, geen probleem. Gaat dat goed scoren bij de vrouwtjes, denk je zo'n... Dat mag. Allee, ik ben er eigenlijk niet zo echt mee bezig. Ik ben meer bezig met wat ik wil bereiken. Je kwam hier net al binnen met je gitaar. Jij zingt niet alleen, je speelt ook gitaar. Schrijft jouw eigen nummers? Ja, ik heb enkele nummers die ik zelf geschreven heb. Nu, ja, ik doe ook wel wat covers. Mm-hmm. Maar dan ook in mijn eigen stijl, een beetje zo. Ja, het is gewoon plezant om eigen muziek te hebben. Hè, ja. Het moet niet altijd van iemand anders zijn. Hè. Nee, je moet het mij niet vertellen. Is het dan ook jouw doel om door Idool een eigen plaat te kunnen uitbrengen met enkel jouw eigen nummers? Dat zou tof zijn, hè. Ja. Durf jij te gaan, jezelf te smijten en te geven op zo'n podium? Ik durf dat natuurlijk, ja. Niet denken, gewoon doen. Tijdens Idool zijn er verschillende rondes, verschillende liveshows waarin ze jou ook verschillende stijlen zullen willen zien brengen. Ben je daar klaar voor? Ben je klaar om in het Nederlands te zingen? Of om misschien wel een slager te brengen, weet ik het veel? Ja, ik wil zoveel mogelijk zingen. Hè. Ook wel stijlen en mm-hmm. Allee, ik wil zoveelzijdig mogelijk zijn. Omdat er ook zoveel artiesten zijn die verschillende muziek brengen, die allemaal even goed zijn in mijn ogen. Dus ik wil dat allemaal kunnen, bijvoorbeeld. Zeg, je had nog nooit gereisd. Dat vond ik heel frappant. En dan zo plots met die laatste 25, ondertussen de laatste 15 kandidaten, naar Punta Cana, de Dominicaanse Republiek. Ja, dat was... Hoe hard heb je het in je broek gedaan op het vliegtuig? Wel, niet zo hard, omdat ik wel wist dat het goed ging komen. Allee, je weet nooit, maar ik hoopte dat toch. Dus ik was wel... Ik had geen zenuwen of zo, maar ik vond het wel plezant ook, omdat ik ook een stukje vliegtuigtechniek gevolgd heb op school. Ah. En ik heb wel zo in een vliegtuig gewerkt, maar nog niet echt zo gevlogen. Ik vond dat echt plezant, ik wist niet hoe dat voelde en zo. Dus ja, nu ik ging ook de eerste keer, heb ik al mijn vriendin beloofd om de eerste keer op reis te gaan met haar. Omdat zij ook nog nooit op reis geweest was en ook niet met de vlieger. Nu had die belofte dat ik moest breken natuurlijk. Maar, En zat het er tegen of kon ze het wel begrijpen? Het was eerst zo van, maar ja, het had niet lang geduurd. Of van, okay, ja, zo. Je hebt ze niet nog proberen snel in je koffer te proppen ofzo? Nee, ze wou wel, maar ja. Het was geen plaats meer. Dat risico wilde je niet nemen. Nee. Zeg, jullie hebben daar een videoclip opgenomen in de Dominicaanse Republiek. Jullie hebben daar uiteraard waarschijnlijk nog wat zangtips, podiumtips, maar ook danstips of dansles gekregen. Hè? Ja, inderdaad. Dat was mijn trot. Want ik kan echt niet goed dansen. Hè. En ondertussen? Ondertussen niet zo heel veel beter, denk ik. Allee, want het moet ook wel een beetje in u zitten. Ja. Om toch goed te dansen. Nee, ja. Allee, ik heb daar in Dominicaans echt constant moeten oefenen en constant mijn best doen. En niet opgeven, ook al ben je moe. Hè, want het moest echt kunnen. Hè. Ik zeg, het mag hier niet afgaan. Hè. Ik duim alvast voor jou. Enorm bedankt, man, voor het gesprek. Alsjeblieft, dat is graag gedaan. En veel succes, hè.